Leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe regenboogvlog. Mijn naam is Brenda Rosa en ik ben leerkracht van groep 5-6. En ik neem jullie elke week mee de klas in. Ook deze week, bijzondere week, want het is deze week Sinterklaas pakjesavond. En wij vieren op school aanstaande donderdag ook Sinterklaas. Hij komt ook aan, hij komt op school. En in de bovenbouw pakken wij altijd surprises uit. Die moeten ze vandaag allemaal al op school neerzetten. Dus ik zal zo wel even filmen, want er zijn er al heel veel gebracht. Op die manier weet je ook gewoon, hey, iedereen heeft donderdag een surprise. We komen niet tot verrassingen te staan. En we kunnen ook gewoon ietsje langer van de surprises genieten dan die ene dag op de donderdag. Want ja, wij stallen ze echt heel leuk uit. En dan kunnen ook andere groepen gaan er vaak langs om te kijken naar al die mooie surprises. Dat vinden wij altijd leuk. Dat is dan donderdag dus. En vrijdag dan sluiten wij ons thema af. Het thema Egypte heb ik jullie ook helemaal in meegenomen de afgelopen weken. Die ronden we nu wel echt af. Ouders die mogen op school komen kijken wat hun kinderen allemaal hebben geleerd en gemaakt. Ze hebben nog een toets. Best wel pittig zo één dag na Sinterklaas. Maar heel eerlijk, die toets daar hoeven ze niet meer zoveel voor te leren. Want we hebben er zo uitgebreid over gesproken. En we zijn natuurlijk nog naar dat museum geweest. Dat het leerwerk valt voor die toets dan wel mee. En het is wel een mooie afsluiting van het thema. Dus nou ja, dat gaan we deze week allemaal meemaken. En ik neem jullie gezellig weer een weekje mee. Ja, ik ga jullie toch even meenemen naar de surprises. Die zijn me toch een partij leuk geworden. Let op. Deze denk ik net gebracht. Ik heb een tekst uitgeprint en dat was weer theaterlezen, omdat jullie dat de vorige keer zo leuk vonden. Alleen, dit is niet dan van Sinterklaas, maar een sprookje. Het sprookje van Klein Duimpje. En er zijn veel meer rollen dan de rollen van Sinterklaas. Kinderen. Kinderen, het is tijd om naar bed te gaan. Ja, ga maar gauw. Alle kinderen gingen naar bed, maar een Klein Duimpje verstopte zich in de kamer en hoorde zo wat zijn vader en moeder vertelden. Ga je met de liniaal, ga je allemaal lijnen zetten. Zo. Schuin en ook schuin de andere kant op. Allemaal lijnen. Je kan heel veel lijntjes zetten. Dan heb je heel veel te kleuren. Je kan ook zeggen, nee, ik doe grote vlakken zoals hier. Het wordt sowieso mooi. Dit is een beetje heel gelukkig. Dit zijn ook mijn eerste vakje. Goedemorgen. Het is alweer woensdag vandaag. De week vliegt, joh. Echt niet normaal. Vandaag dan draaien we best wel een normale dag. Maar ik kan me voorstellen dat de kinderen wel een beetje gespannen zijn voor morgen. Niet erg, dat is helemaal niet erg. Maar dat betekent wel dat ik wat meer de rust wil houden vandaag. We draaien gewoon normaal. Rekenen, spelling, taal. En na taal dan gaan we nog even de Sinterklaas tekening afmaken waar we gisteren aan begonnen zijn. Want dan zijn ze ook morgen af als Sinterklaas op school komt. En dan kan het ook allemaal mee naar huis. Want ja, vrijdag staat hier gewoon kerstboom al in de klas. Ja, het is heel gek, maar deze overgang is altijd heel... Ja, Sinterklaas is nog maar net uit je klas en dan hoppatee, die kerstboom erin. Dat is elk jaar weer en elk jaar verbaas ik er weer over hoe snel je omgaat naar de rustige periode van kerst. Altijd wel heel erg lekker. Ik merk wel dat ik er een beetje naar snak, want Sinterklaasperiode vind ik altijd intens. Ja, wel leuk, maar intens. Ik ben benieuwd hoe deze dag gaat. Dus niet alleen aan het einde van een woord kan een lange klank zijn, maar ook aan het einde van een klankgroep, van een klap. Re, dat is de E, klinkt één E, hup, naar de gang. En za, A, hup, T. Ja, je had jouw naam ook zo kunnen schrijven, hè? Wacht. Als je hem schrijft zoals je hem hoort, dan is dit jouw naam. Dat is een beetje overdreven. Klink lang, één naar de gang. Klink lang, één naar de gang. Goed zo. Ik vind het wel fijn. Nee. 25.
voor mij nu de taak om de klas helemaal in te richten voor morgen, zodat we klaar zijn voor de surprises. Ik heb dus nog echt een goede tip voor als je te weinig prullenbak hebt in je klas. Want ik vind altijd, als je surprise uitpakt, moet je dat bij een prullenbak doen. Anders is heel je klas vol met zooi. Maar te weinig prullenbakken, krukje op zijn kop zetten. Zo'n vuilniszak. Die hang je er dan in. Begin ik je weer te vinden, hè? Zo, hang hem erin over de pootjes. Zo, en dan heb je gewoon extra prullenbakken in de klas. Heb ik het nu zo staan? Alle tafeltjes heb ik aan de kant geschoven. De stoelen staan zeg maar in zo'n halve cirkel. En dan hier bij deze twee tafeltjes kunnen ze dan tegelijk surprises uitpakken. Twee tegelijk. Ja, ik ga alle surprises maar eens even pakken. Hier zie ik een nieuw eentje. Voor een kindje uit mijn klas. Wat een leukert. Ja. Kom maar mee. Zo, hoppakee, de eerste staat. Goedemorgen, Sinterklaas komt bijna. Hartstikke leuk. We staan dus nu te wachten hier bij de bushalte. Sinterklaas die komt ineens met de bus. Ik denk dat er iets mis is gegaan, maar hij komt eraan. Alle kinderen staan te trappelen van ongeduld. We zien net een bus aankomen, maar hij stapt er helemaal niet uit. We snappen er helemaal niks meer van. Waarom rijden alle bussen nou door? Bij ons aan en laat uw paardje maar buiten staan. En we zingen en we springen en we zijn zo blij. Denken wat ze appie zouden schenken. Gebruik het voor je thee of een ander leuk drankje. Het is prachtig gemaakt hoor. Ja. Zo. Iemand heeft er wel heel goed ingepakt. Deze jongen die houdt van vissen. En deze jongen houdt van Feyenoord. Klopt dat? Ja. Ja. Oh, dit! Wat is het? Ja, ik heb dit altijd al. Had je dit gevraagd? Ja, ik had chocolade. Geef maar aan mij als je het niet lukt. Nee! Door jou is het altijd gezellig hier. Met een grote glimlach straal jij. Jij maakt de sfeer vrolijk en blij. Het is echt geweldig leuk. Ondertussen hebben we al flink wat surprises doorheen gejast. Dat is mooi, want ik ben liever eerder klaar dan te laat. Welke ga je kiezen? Ze zijn allemaal leuk, hè, Fee? Oeh! Nou, ik ben benieuwd, je vlotte. Voor je vlotte, lieve je vlotte, wat een feest. Want jij bent dit jaar weer super lief geweest. De Sint en zijn pieten, je weet hoe het gaat, maakten een surprise echt precies op maat. Nou, het kost moeite, hè? Ja. Oh, nee! Nee, drie dingen. Het is naar je wens? Ja,
Lieve juf Brenda, is een Sinterklaasfeest. Bent u lief of stout geweest? U houdt van shoppen en spelletjes spelen. Misschien kunnen we ooit een sushi delen. Fijne dag! En ook druk gemaakt door onze Pieten. Maar het was echt weer een geslaagde ochtend. En nu is het even de hoogste tijd om de laatste kruidnoten van de vloer af te vegen. En ja, dan gaat die open haard weg en dan maken we plaats voor de kerstboom. Want zo werkt dat. Sint eruit. Kerst erin. Dat doen we elk jaar. En we hebben zo meteen ook nog met het team Sinterklaas spel. Dus dat vind ik ook heel leuk om te doen. Ga ik ook nog wel eventjes filmen. Ja, ik moet aan de bak. Let's go. Dagje, kijk eens. Zeiken, Sint eruit, kerst erin, gezellig. Nou ja, morgen nog en dan hebben we weer weekend. Rustig zijn jullie. De laatste keer één kaarsje en we gaan nu raad een filmpje. Tegenwoordig beslaat de adventtijd de 4 zondagen voor kerst. Veel christenen versieren hun huis dan met een adventskrans met 4 kaarsen erin. Elke zondag wordt er 1 kaarsje extra aangestoken. Baby Jezus ligt in een kribbe op een bedje van stro. Zeg stro. Stro. Schrijf op stro. Dan komen er nog 2 zinnen. De eerste zin. Ik ga vandaag naar opa en oma. Ik ga vandaag. Ik ga vandaag naar opa en oma. Punt. Ja. Ondertussen is het bijna het einde van de dag. En de kinderen die gaan nu aan alle ouders laten zien wat ze hebben geleerd tijdens het thema Egypte. Ze hebben alles netjes op de tafels gelegd. En we gaan de filmpjes nog een keertje opzetten. En ja, echt heel erg leuk. Dan is dat thema zit er ook op. Dan gaan we echt vol in de kerst.
Ja, dat al begrepen, ja. Ja. Appie, wat is dit voor dier? En bij groep 8 hebben ze ook thema afsluiting, dus daar kom ik ook eventjes kijken. Hallo! En die hebben weer andere dingen gemaakt. Wat is jouw potje? Eet dit hem hoor. En wat is het, Tico? Kan lopen. Zo, de dag zit er alweer op. En dit was toch wel een hele leuke week met een leuke afsluiting van het thema en Sinterklaas. En we zijn nu natuurlijk al heerlijk in de kerstsfeer. En dat blijven we de komende 2 weken tot de kerstvakantie natuurlijk nog. Voor nu ga ik de vlog afsluiten en ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende vlog. Doei doei!